Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op het Soltrex, de enige echte. Jullie zien het aan de titel, ik heb een hele slechte mededeling. Het is vandaag een hele sombere dag, 10 mei 2024. Bokito is overleden, Bokito is er niet meer. Mijn maatje, mijn allesie, mijn kindje, hij is er niet meer. Het is helaas over en uit. Ik heb net al een heleboel foto's en filmpjes bij elkaar gezocht. Ik wil nog een aparte video maken waar een beetje de tijdlijn van 13 jaar, want hij is ongeveer 13 jaar is die geworden. Om dat op een aparte afscheidsvideo te zetten. moeilijk. Ik ben even een tijdje bezig geweest en dan is het heel erg. Dat moeilijk is het. Ontzettend moeilijk. Ontzettend moeilijk. En het ging al een tijdje. Ging het al niet goed met hem. Ik ben pas geleden nog naar de dierenarts met hem geweest. Omdat hij schilfertjes had. En hij zat echt helemaal onder. Het ging al een hele tijd niet goed met hem. Hij was mager. Hij was kaal geworden door het krabben. Het ging al een hele tijd niet goed met hem. En vanmorgen werd ik wakker. Ik was al best wel laat naar bed gegaan vannacht. Ik werd wakker en Bokito die lag op de bank, lag die toen ik wakker werd. En toen ben ik naar hem toegelopen, geroepen. Toen reageerde hij niet, dat doet hij wel eens vaker. Hij reageert wel eens vaker niet als ik gelijk roep naar hem. Normaal ga ik dan naar hem toe, geef ik hem wat aaitjes en dan wordt hij wel weer wakker. Of ik loop een keer naar hem toe en dan doet hij zelf, doet hij zijn kop omhoog van hey, goedemorgen, ik ben er weer. Nou, er gebeurde helemaal niks. Ik liep naar de bank toe, want daar lag op de bank lag hij. En toen ik wakker werd, toen ben ik daar naartoe gelopen. En een paar keer geroepen, reageerde er niet op. En dacht ik al van, ik heb het wel eens vaker gehad met Bokito, dan reageert hij niet gelijk. Ik heb het ook wel eens met Dribbel gehad, een paar keertjes. Dan reageert hij niet. En dan ben je heel even bang van, joh, het zal toch niet zo zijn dat hij overleden is. En dat heb ik al een paar keer gehad. En elke keer natuurlijk werd hij wakker. En dan dacht ik van, oh, hij heeft gewoon diep in slaap is hij geweest. En hij is weer wakker, gelukkig. En nu bleef hij maar stilleggen. Toen ben ik naar hem toegelopen. En toen zag ik eigenlijk al aan zijn gezicht, zag ik eigenlijk al dat het foute boel was. Zijn mondje stond een beetje half open. Hij lag heel raar, lacht hij, vond ik. Mijn moeder zei dat hij er best wel netjes bij lag. Ik vond dat het best wel, dat hij er best wel anders lag als andere keren. En toen keek ik naar zijn ogen. En zijn ogen stonden wagenwijd open. En toen wist ik al hoe laat het was. Toen ben ik als een speer mijn telefoon gepakt. Moeder gebeld. Van joh, wil je naar me toe komen? Want Bokito is overleden. Toen ging er nog een hele tijd overheen. Want moeder was niet gelijk klaar. Dus moest even een tijdje wachten eventjes. Toen heb ik mijn zus opgebeld van joh, Bokito is overleden. Andere kennissen en vrienden van mij gebeld van joh, Bokito is overleden. Toen is mijn moeder gekomen. Mijn moeder die had al naar de dierenarts gebeld. Nog even naar mijn moeder zelf gelopen, teruggelopen naar huis. En Bokito die lag daar op de bank, lag die nog steeds. En toen mijn moeder aankwam, toen hebben we hem in een handdoek gelegd. En in een tas. En toen zijn we. Toen was hij al heel erg stijf. Was hij al. En. Toen zijn we naar de dierenarts gegaan. En daar hebben we hem weggebracht. Hij wordt gecremeerd in. Numansdorp wordt hij gecremeerd. En ik krijg nog een belletje of een berichtje. Dat hij gecremeerd is. En. Moeilijk. Ik heb toen ik
de tas afgaf, heb ik wel eventjes een traantje moeten laten. En met een lege tas weer terug naar de auto gelopen. Ja, dat zijn moeilijke dingen. Dat zijn moeilijke dingen. Dan laat je even een traantje, ben je even verdrietig. Het was mijn kind, was het. Ik heb 13 jaar heb ik voor hem gezorgd. Het was mijn kindje, was het. Het was mijn allesie. En helaas, hij is er niet meer. Ik heb al filmpjes en foto's bij elkaar verzameld. Moeilijk. Heel moeilijk. Ik heb het nu ook weer eventjes, ben ik er maar mee gestopt. En dan dacht ik bij mijn eigen, ik ga even deze vlog maken. Want foto's bekijken van hem toen hij nog klein was. Ik heb nog foto's van hem dat hij echt nog, dat het zo'n klein poppetje was. Daar heb ik nog foto's van. Ik wil later een video maken als herinnering aan Bokitootje. Zoals ik hem noemde, altijd Bobootje. Altijd noemde ik hem altijd Bobo. En ik heb voorlopige tijd heb ik nodig. Ik heb al een hele tijd niet gevolgd. Elke keer als ik wil gaan volgen, komt er wel weer wat tussen. En nu komt dit ertussen. Nu komt dit ertussen. Het is helaas niet zo. Het is helaas. Als je dan thuis binnenkomt en dan bij je eigen denken van, oh ja, ik heb alleen nog maar dribbel. Het lijkt ook wel 20 keer stiller in huis dan normaal. Ik heb gewoon tijd nodig om dit te verwerken. Net zoals vloggen voorlopig heel eventjes ik aan de kant zet. Ik heb gewoon tijd nodig. Ik heb gewoon tijd nodig om dit te verwerken. Dit is best wel een enorme klap als je kindje overlijdt. Dus het is helaas niet anders. Ja, normaal zeg ik altijd van, joh, doe een duimpje de lucht als je deze video leuk vindt. Ik zou zeggen, jongens, doe een duimpje de lucht in en laat even een comment achter voor steun. Ik ben er best wel kapot van. Dit heb gewoon even tijd nodig om dit te verwerken. Dit is toch wel een enorme klap, is dit. Ik wist al dat het niet goed ging met hem. Maar toch, elke keer at hij, werd hij wakker. De laatste 2 dagen was het wel heel erg slecht dat hij eten. Maar ja, hij had altijd wel weer even een dippie. En dan ineens kwam hij er weer uit. En ging het weer een stukje beter met hem. En nu, helaas, was het fataal. Ik denk dat hij in zijn slaap is overleden. Een mooiere dood kan je niet hebben. Maar het doet wel ontzettend pijn. Ik heb 13 jaar heb ik voor hem gezorgd. Het was mijn kindje, maar alles hier was het. Dit komt best wel hard aan. Ja, 13 jaar. Ja, ongeveer zo. Ongeveer. Pijnlijk. Een heel pijnlijk. Heel pijnlijk dossier is het geworden. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens. Doe even een duimpje voor de steun. En een reactie achterlaten in de comments. En dan komt dat helemaal in orde. En ik heb gewoon voorlopig even tijd nodig om dit een plekje te geven. In ieder geval, Bokito, ik zal jou nooit vergeten. Je was mijn kindje. Mijn babytje was je. Ik heb 13 jaar voor je gezorgd. Ik zal je nooit vergeten. Rust zacht, lieve Bokito. Ik hem kreeg van iemand die geadverteerd had in de krant. Toen ik hem kreeg, was die zo klein dat hij kon zitten op mijn hand. Een hoopje wol met ogen, veel te wijs en veel te blauw. Het was net of die zei, jij hoort bij mij en ik bij jou. Hij kon spinnen als de beste. Hij was speels en hij was zacht. Hij begreep het, weet ik zeker, wat ik zei en wat ik dacht. Nou mag iedereen beweren, het was een doodgewone kat. Maar wat hebben wij elkaar toch best.
Eens op een keer, ik had de voordeur even open laten staan. Toen was hij weg, ik ben als wisselijk op zoek naar hem gegaan. Maar vlakbij huis kwam hij met opgestoken staart me tegemoet. Het was net of die zei, zo lijntje om, het doet je goed. Ik zei en wat ik dacht.